goed, dat zal de toekomst uitwijzen. Ik kan er alleen over zeggen dat het een positief gesprek is geweest. Een paar weken geleden heb je natuurlijk aangegeven van, joh, als Feyenoord echt daadwerkelijk mee gaat spelen in het linker rijtje, misschien wel rechter rijtje, wat Leo Beenhakker al eerder had aangegeven, dan is het misschien voor mij wel beter om weg te gaan. Ik moet ook verder. Hoe kijk je er nu tegenaan? Nou goed, ik ben toen gewoon open en eerlijk geweest. Ik denk niet dat dat verkeerd is geweest. Dat is misschien niet overal even goed gevallen, maar dat was op dat moment mijn visie op het geheel. Nou ja, er zijn natuurlijk inmiddels wat dingetjes veranderd. Hè. Er is met name ook een injectie gekomen waardoor de club hopelijk weer vooruit kan. En, nou ja, goed, ik denk niet dat iemand of dat mensen er zomaar 17 miljoen euro in gaan stoppen als ze niet verwachten dat het beter wordt of dat er nog meer geld vrijkomt. Dus dat is gewoon een heel positief gegeven. En, ja, goed, ik zal er goed over na moeten denken. En, ja, goed, het enige wat ik erover wil zeggen nog is, ik heb gewoon een heel goed gesprek gehad. Wordt er nou ook een beetje in de spelersgroep daarover gesproken, over die kapitaalinjectie van 17 miljoen? Nou goed, het is ons ook verteld en toen is het zeker besproken. En nou goed, wat ik net tegen jou zei, dat heb ik ook in de groep gezegd. Ik verwacht niet dat iemand er zomaar 17 miljoen in gaat stoppen als ze niet verwacht dat het beter zal gaan. Want ja, dan je gaat het niet in een bodeloze put stoppen. En dat zou ook zonde zijn van je geld. Ik bedoel, als jij 40 miljoen in het rood staat en ik ga jou 20 miljoen geven en er gebeurt niks mee, ja, dan schiet het natuurlijk niet op. Dus ja, dat is denk ik gewoon heel positief en ik denk dat het absoluut heel veel houvast biedt voor de toekomst van Feyenoord in ieder geval. Nou, je hebt het verteld aan de jongens in de groep. Welk gevoel had je dat de jongens reageerden? Nou, die waren natuurlijk ook heel blij mee. Kijk, de situatie van Feyenoord is duidelijk en dat is gewoon een hele moeilijke situatie. Maar ja, goed, dit soort dingetjes, het zijn allemaal, dit was een forse stap zeg maar, in de goede richting. En dat is ook gewoon heel goed voor de uitstraling die je naar buiten weer moet gaan krijgen. Op die persconferentie van vorige week met Pim Blokland is ook duidelijk gezegd, voorlopig nog geen successen. Jij bent 25. Jij hebt niet heel erg lang de tijd meer om te wachten, denk ik. Nee, dat klopt. Dat zijn allemaal afwegingen die ik nu voor mezelf moet maken. En dat is geen makkelijke keuze. En, nou ja, goed, nogmaals, het is gewoon heel positief nieuws geweest. En dat ook zo voor mij ook gewoon mee dat neem ik ook absoluut mee, zeg maar. En ja, hoe dat gaat uitwijzen, dat zie ik wel. Ik richt me nu gewoon op het voetbal. Ik wil gewoon presteren op het veld. En dat moeten wij als ploeg gaan doen. En dat is eigenlijk het enige wat echt belangrijk is voor de club Feyenoord. Dat wij gewoon presteren. En dat is de enige echte uitstraling die je naar buiten kan bieden. En als wij daar weer beter gaan doen, zal het alleen maar meer mensen aantrekken, denk ik.